Een bos bloemen en een foto van Eindhoven. Zo worden deze vijf Eindhovense wethouders bedankt voor hun diensten. Jannie Visser, Wilbert Seuren, Jacob Wedemeijer, Marian Schreurs en Staf de Pla. Ze zwaaien af als bestuurder van de stad. Een leerzame periode. Vooral in die 2 jaar en 11 maanden heb ik vanmorgen geconstateerd toen ik me bij LinkedIn afmeldde als wethouder. Dat is een ongelooflijk intensief leerproces. Dat leerproces doe je samen in het college, met je teams, met je ambtenaren, met de raad en met al die mensen die hier in de stad ontmoeten en wij samen proberen en in de regio iets te realiseren. Ik werd wel meteen gewaarschuwd van, die gemeente Eindhoven, dat kan wel eens niet zo makkelijk worden. En dat klopte ook wel. Het was niet elk moment even gemakkelijk. Maar het was wel ongelooflijk mooi om te doen. Stadsbestuur is niet alleen die besluiten nemen. Stadsbestuur is ook mensen meenemen, enthousiast maken en in contact komen. Werkgevers inspireren om mensen met wat andere talenten toch een kans te geven. En mensen, werkzoekenden, inspireren dat en voorbeelden laten zien dat het toch serieus moet door te zoeken. De stadsbestuurders hebben allemaal een andere tijdspanne gezeten als wethouder. Wedemeijer en Seuren wat korter, Visser de volledige 4 jaar, Schreurs en de Pla zelfs 8 jaar achter elkaar. Maar toch, als we hun speeches mogen geloven, zijn ze allemaal gaan houden van Eindhoven. Ook al komen de meesten hier niet vandaan. Eindhoven is zeer flexibel. Eindhoven praat met elkaar. Eindhoven wil er ook samen met elkaar uitkomen. Dus jullie hebben ook alles om tot een goed einde te komen. En dan weet ik zeker dat tussen 5 en 10 jaar we echt met een onherkenbaar getransformeerde stad te maken hebben. Een mooie stad, een groene stad, een leefbare stad en een inclusieve stad. Dus iedereen heeft het altijd over technologie en kennis en design. En dat is het, maar dat zijn middelen. Daar kun je ook een perfecte kernbom mee maken. Maar wat is nou Eindhoven? Je maakt mooie dingen daarmee. Je maakt dingen die voor mensen werken. En wat ik de hele tijd zie als het DNA, dit is een maakstad. Dynamisch, met veel ruimte voor technologie en innovatie. Het zijn kernwoorden die vaak terugkomen in de toespraken van de vijf. De burgemeester had nog een mooi woordje over voor de oud-wethouders. Laten we samen gewoon als een soort reunie gaan organiseren. Dat we zo eens in de tijd als oud-college toch eens eventjes weer oude verhalen ophalen. Want het is zo belangrijk, want we zijn altijd snel bezig met die vooruit om weer verder. Maar we vergeten waar we vandaan komen en waar we met elkaar aan hebben gebouwd en welke resultaten we hebben bereikt. Deze wethouders zwaaien af en de nieuwe ploeg staat al klaar om ze op te volgen.